Eerst wat ons verder opviel vandaag. Het blijft namelijk onrustig in de Zaanse wijk Poelenburg. Zo stelt de politie een nieuw onderzoek in naar aanleiding van dit filmpje. Hey, kanker, kaskoppen. Hey, vriend, luister goed naar de Ritsie, aka Vluchta. Kom hier, vriend. Gaan we zien, brada. Allemaal pit, pit. Allemaal doodmaken, jullie. Allemaal doodmaken, vriend. Zie je deze? Deze gaat de man. Marra, geef die aan mij. Ik begin eentje net als je op tandkleur te pakken. Ja, vriend. Hey, pak deze. Paul Jans, hoofdredacteur van de Telegraaf. Wist dat je die vraag bij mij zou zeggen. Maar... Ja, wat is de vraag dan? Nee, ik ben heel benieuwd. Kom maar op. Nee, je zegt ik wist dat je die vraag... Nee, ik wist dat je tot mij zou richten. Dat bedoel ik. Maar... Oké, okay. Ja, dat is ook niet heel onlogisch. Nee. Je zit namelijk aan tafel. Nou, zeker. En wij hebben deze zaak op de kaart gezet. Dus ja. Dat werd ook hoog tijd gezien wat er allemaal al hele lange tijd loos is. En het is echt een godspe dat de lokale politiek daar, zeker de burgemeester, daar zo terughoudend mee om is gegaan. Is de Volkskrant er eigenlijk terughoudend mee omgegaan? Of is de... Nou, wij zijn hier wel wat later geweest dan de Telegraaf, denk ik. Dat moet ik toegeven. Maar wij vinden het ook een belangrijke zaak. We hebben ook reportages over, omdat beroert gemoederen. En mensen voelen zich er onveilig door. In de samenleving heeft het een soort splijtende werking, dat soort filmpjes. Het is ook nieuw natuurlijk dat vloggers hiermee proberen populair te worden en geld te verdienen. Allemaal dingen die er vroeger niet waren. Dus dat is heel belangrijk om bericht over te doen. Het opmerkelijke aan dit soort verhalen vind ik eerlijk gezegd zelf dat zij het eigenlijk zelf groot maken. Vroeger werd nog wel eens de media verweten dat ze iets groot maken wat klein is. Maar nu doen ze het zelf door zoveel mogelijk filmpjes te maken. Dit ook. Het is allemaal ze worden niet betrapt op iets. Nee, ze doen het zelf. En ze brengen het zelf naar buiten. Maar desalniettemin geven ze de media toch de schuld. Want ons wordt dan verweten dat we aan framing doen. En dat we, dat was ook eerder bij jou in de uitzending, dat alleen maar de negativiteit wordt belicht. En niet kennelijk positieve zaken die zij ook uitdragen. We hebben ook een paar van die jongens bij ons voor het hoofdkantoor van de Telegraaf gehad. Die kwamen eisen dat wij hun eigen filmpjes van onze site zouden verwijderen. Ja, dat veel gekker moet het niet worden. Maar dat vloggen, dat geeft een totaal nieuwe dimensie aan dit getreiter. En dat wordt hoog tijd dat daar harder tegen wordt opgetreden.